heeft er ooit zo'n mooi kerstcadeautje in weten te pakken. En gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van de Koperwiekkapelle aan de IJssel. Mijn naam is Janice Blok, maar dat wisten jullie vast en zeker wel. En ik ben vandaag weer in het winkelcentrum omdat het Black Friday is. Ik heb mijn kleren er al helemaal op aangepast. En Black Friday staat voor het begin van het seizoen van de kerstaankopen. En dat betekent sale, sale, sale. Dat er heel veel aanbiedingen zijn in het winkelcentrum, zijn er ook weer allemaal verschillende dingen te doen. En ik zie hier iets interessants en het lijkt op een fotoboot. Hallo, wat is dit voor iets leuks? Dit is een fotoboot, een fotodoos. Het is eigenlijk een fotodoos, ja, want ik zeg net tegen ze het is een fotoboot, maar het ziet er wat anders uit dan we normaal gewend zijn. Wat is hier de bedoeling van? Er worden 3 foto's gemaakt. Je kijkt naar het vogeltje. Ja. Dan kan je 3 poses aannemen. Je kan er wat leuke polaria bij pakken. Oké. Okay. Oh, dat ga ik doen. Oh, je kan je ook verkleden. Ja. Let's go. Have fun. Oh ja, ik ga voor de phone. Maak je 3 foto's of 2? 3 foto's. 3 foto's. 3 poses aannemen. 3 poses. Oké, okay, dan doe ik deze. Ook deze. En dan deze. Oh, this new crazy mother. Muziek buiten en ik denk waar komt dit vandaan? Maar de Crazy Pianos zijn dus aan het optreden. Laten we gaan kijken. En zij zei, je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu. Gaan jullie heel hard zingen nu? En ik zei, ik trek niet. Zo, ik ben weer terug naar binnen gegaan, want het is best wel fris buiten natuurlijk, het wordt bijna kerst. En ik zie hier 2 hele mooie dames in het roze verkleed. En ik denk, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Nee. Wij zijn cadeautjes aan het inpakken voor Sinterklaas en Black Friday. Eigenlijk alle cadeautjes die jullie hebben. Oh, wat leuk. Ja, ik heb niks om in te pakken, maar ik wil ook wel iets inpakken. Nou, ik zie een cadeautje staan, dus laten we die gaan inpakken. Zullen we mij inpakken? Yes! We gaan mij inpakken. Zo, ik ben nu een beetje achter in het winkelcentrum en het wordt hier steeds donkerder. Er werd mij verteld dat ze hier iets doen met lichten, schilderen, paint. We gaan eventjes kijken. Oh, hier wordt het echt in één keer heel erg donker. Ik heb hier iemand gevonden hoor. Hallo. Hallo. Hoi. Het is hier erg donker. Ja, het is hier ook donker. Wat gebeurt hier allemaal? Wij doen schilderen met licht. Schilderen met licht? Ja. De stadsilluminators voor de gemeente Capelle aan de IJssel. Oké. Okay. En schilderen met licht is eigenlijk een fototechniek. Ja. En die kun je laten zien door middel van een soortement van video die ervan gemaakt wordt. Is het een soort van, je kunt het gewoon zien als kunst? Het is een kunstvorm. Het wordt voor marketing gebruikt. Er worden hele grote demonstraties meegegeven. Dus oh, eigenlijk voor van alles en nog wat. Oké, okay, ja. Gek. Oké, okay, we gaan heel stil langs de zijkant kijken.
Nou, dankjewel voor de informatie. Alsjeblieft. En waar kunnen ze jullie vinden? Onze website is www.ladiesoflight.nl. Op Facebook hebben we nog niet echt een pagina. Op Instagram wel, ladiesoflight_nl. En op Facebook kun je kijken bij de lichtschilderijen. Okay. Dus, volgen allemaal. Dankjewel. Doei doei. Zo, het is echt in één keer super druk geworden in het winkelcentrum. Mensen komen uit alle winkels met shoppingbags. En ik denk dat het ook een stuk drukker is geworden omdat er twee hele grote artiesten aankomen. Namelijk Vincenzo van The Voice en Ali B. En na het optreden van Ali B gaat hij ook nog eens een droomcheck uitreiken ter waarde van 2000 euro van TUI. Ik schat de kans klein in, maar ik hoop toch dat ik misschien win. Ik huil alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik wil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Die lijkt op mijn casino. Overvallen met de sherry smaak. En ik moet geen alcohol om herrie te maken. Ik verlang te blazen, laat de hele club blazen. Chickies die dansen, waar ik chillen VIP. En doe dat niet als toe, doe maar heel dansen, kan ik niet. Jeetje, wat een leuke dag was het. Er was zoveel te doen. Iedereen gaat weer naar huis. De optredens zijn voorbij. Ik wilde eigenlijk nog heel graag Ali B en Vincenzo een paar vragen stellen. Maar ik kwam er niet doorheen. Jullie hebben het zelf gezien. Het was zo ontzettend druk. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om te kijken. Volgende keer ben ik er weer bij. Namelijk met Sinterklaas. Op 1 december is er weer een evenement hier in het winkelcentrum. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar het winkelcentrum. Want dan kan ik weer allemaal leuke beelden vastleggen. En voor deze video natuurlijk dat duimpje omhoog doen. En vergeet niet onze Facebookpagina te liken. Tot de volgende keer. Doei doei!